zeg maar het Barcelona van een paar jaar geleden. Dus, ongekend. Ongekend. Dus er kan ook maar één iemand naast staan dan. De dat man die is, ons zoveel pijn heeft gedaan in 2010. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Meet the Pro. Vandaag zijn we weer met Romee Leugter en we gaan kijken hoe haar dreamteam is opgesteld. De linksback, die weet ik al. Niemand anders dan Roy zelf. Opkomende linksback. Ga met die banaan. We gaan het zien. Romee, welkom. Het is tijd voor jouw dreamteam. Ja. Heb je al een beetje een idee wie je waar gaat neerzetten? Ja, ik heb wel een beetje nagedacht. Ja? Ja. Ja. Dan ga ik jou overhandigen, de poppetjes. Dan mag jij gaan kiezen wie waar moet staan. Maar voordat je dat doet, welk systeem gaan we spelen? 1-4-3-3, een beetje naar voren. Wordt het hoogdruk, laagdruk, inzakken? Hoogdruk. Hoogdruk. Ja. Altijd lekker willen voetballen. Juist. Dominant. Juist. We gaan beginnen. Bij de keeper. Ik denk Edwin van der Sar. Van der Sar. Gaan we dat erbij zetten? Ja. Ik denk best keeper wat Nederland ooit heeft gehad. Dus wel makkelijk. Dat is ook misschien een tactisch om voor jou te zeggen. Ja. De directeur natuurlijk van de club. Ja. Dat ook, ja. Anders probleem? Nee. Nee, geitje. Oké, van de start. Gaan we naar de... Rechtsback. Rechtsback. Gewoon alles door elkaar, mannen, vrouwen. Mag. Alles. Alles erop en eraan. Ja, rechtsback dan mijn maatje Lynn Wilms van Wolfsburg. Dan centraal achterin. Ga ik voor groot talent bij Ajax, Timber. Timber? Oké, okay. Waarom Timber? Ik denk dat hij een hele grote toekomst tegemoet gaat. Ja? Ja. Waar zie jij hem in de toekomst spelen? Bij een hele grote club. En het Nederlands elftal. Ja. Ja, duidelijk. Links, linker centrale. Virgil van Dijk. Top verdediger. Oké, okay, ja. Vind je dat ook de beste aller tijden misschien wel? Beste aller tijden, ja, weet ik niet. Maar... gewoon heel goed. Linksback, ja, ik heb al eigenlijk een beetje ingevuld wie daar zou moeten staan, toch? Of niet? Ja, dat kan er maar één zijn. Dat ben jij natuurlijk. Ja, zet je mij daar niet? Ik zou niet adviseren. Maar, kijk, mag ik met de grote legends op het veld staan? Ja. Waarom kies je mee? Nou, je hebt net een beetje over je kwaliteiten verteld. Ja. Opkomen. Diepgang. Diepgang, linkerbeen. Diepgang, langs de lijn, daarin. Juist. Maar ik moet wel zeggen, vaak als ik op de achterlijn kwam, liepen de spits alweer terug naar de middenlijn, want ze wisten dat hij over de ballenvanger heen ging, die voorzet. Ja, maar toch dus je gaat niet heel veel ballen van me krijgen dan. Oké, linksback, Roy dus. Oh, wat een eer. Lekker zeg. Middenveld. Ja. Ja, ik denk toch wel. Xavi. Waarom? Waarom? Zeg maar het Barcelona van een paar jaar geleden. Ongekend. Dus kan ook maar één iemand naast staan dan. De man die ons zoveel pijn heeft gedaan in 2010. Ja, dat wel. Iniesta. Wat vind je zo goed aan Iniesta? Ja, wat niet. Wat niet? Controle, het overzicht. Alles. Ja. Het passeren. Ja. De paasjes. Paasjes, alles. Oh, ongekend. Ja. Het afmaken in 2010. Ja. Doe me nog niet normaal. Mee. Ja, dat wel. Volgende. Op de 10. Kijk van de Bruyne. Ja. Van City, ja. Oké. Okay. Waarom de Bruyne? Vertel het maar. Gewoon die traptechniek wat hij heeft. Vind ik echt mooi om naar te kijken. Ja. Dus, jij zou wel met hem willen spelen. Ik denk dat je dan nog aardig wat balletjes op de sofie krijgt. Ja, precies. Heerlijk. Dus, ja. Nou, nu ben ik benieuwd naar de voorhoede. Wie ga je maar zetten? Rechtsbuiten. Messi. Messi. Waarom Messi? Beste aller tijden. Er is niemand beter dan... Dan de GOAT. Dan de GOAT. Jij vindt hem de GOAT. Ja, absoluut. Okay. Spits. Ja, ga je het aandurven? In dit elftal wel, ja. Ja? Ja, zou ik het toch mezelf neerzetten. Ja? Ja. Ja. Jijzelf gewoon. Oké, positie. En links buiten. Mbappé. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet goed met Mbappé kunnen spelen. Dus ja, je kan er niet overheen, denk ik. Hè? Nee, daar kan ik er niet overheen. Die man is zo snel. Ja. Moet je dat dan wel willen? Dan kan je beter... mij moet je laten staan natuurlijk. Ja. Of gaan we toch Mbappé gewoon zetten? Mbappé, ja.
Zonde zeg voor mijn kwaliteiten. Die komen dan niet helemaal tot... Vind je dat de beste speler op dit moment? Ik denk op dit moment wel, ja. Ja? Ja. Als je kijkt naar de WK-finale was hij... Ongekend. Helemaal. Hij was beter dan jouw GOAT. Ja. Toch? Of niet? Dat wel, maar toch, hij blijft de GOAT. Hij blijft de GOAT uiteindelijk echt. Oké, hoeveel zou je erin leggen als deze man paasjes op jou gaat strooien? Ja, misschien wel 40, 50 per seizoen. 40, 50? Zo! Daar tekenen we voor. We zetten het erbij. 40/50 goals. Boom! Zou mooi zijn, hè? Ja. Dit was het dreamteam van Romee. Ziet er goed uit, toch? Ziet er goed uit. Ja. Ik denk dat je ver kan komen. Ik denk Champions ook. League, Premier League, allemaal. Drop en dran. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. Hartstikke bedankt en... Tot snel. Tot snel!